Hoe kan een vlieg een gigantische constructie laten bezwijken? Dit is de Universiteit van Nederland. Stel dat er een trein met een hoge snelheid door het landschap rijdt. En plotseling gebeurt er een zeer slecht geval. En dat is dit: opeens zie je een knik in de spoorlijn. Op dat moment, het is zo plotseling, heb je geen tijd meer om te stoppen en zal er vermoedelijk de zaak uit de rails lopen en dan heb je een groot ongeluk. Dat plotselinge gebeurde ook bij een ijshal. Er was een ijshal en plotseling zakte die ijshal in elkaar. Het dak begaf het en 15 mensen die konden niet snel genoeg wegkomen en die overleden. Als je bij deze constructies ziet, dan valt het op dat er, balkconstructies bij die. Je ziet allemaal balken in deze constructie en ook die spoorstaaf was ook een balk. Als je nu naar een windturbine kijkt, dan valt het op dat zo'n windturbinepiloon ook een balk is. Maar als je wat beter gaat kijken, is het niet echt een balk, dat is een holle cilinder met een zekere wanddikte. En die piloon is ervoor voor een deel om het gewicht van de windturbine op te vangen. Van de windturbine. En als je dan iets verder naar beneden gaat, dan moet dat lagere stukje van de piloon moet ook weer een stuk gewicht opvangen. En als je dan helemaal naar het onderste stukje gaat, dan moet in wezen het onderste stukje van die piloon moet al het gewicht opvangen van alles wat erboven zit. Als je dat nu gaat vertalen naar een klein drinkblikje, dan heb je de situatie dat je een klein drinkblikje hebt. En op dat kleine drinkblikje staat een gewicht. En nu gaan we eens kijken wat er in zo'n geval kan gebeuren. Daar komt hij aan en dan zien we een kunstvlieg en die vliegt heel zachtjes tegen dat blikje aan en opeens, pats, boem, is het afgelopen. Wat is dat? Dat is nou knik. En hoe komt dat? En hoe kan ik dat voorkomen? Dat is het onderwerp van dit college. Als ingenieur wil je namelijk erg graag weten van hoe laag, hoe, wanneer treedt die knik op? Want als het gaat falen, dan kun je een probleem hebben. De ingenieur die die ijshal heeft ontworpen, die heeft een gevangenisstraf, wel een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, van 18 maanden. Ik vertel dan ook altijd aan mijn studenten die ik college geef over knik, als je niet oplet, dan heb je kans dat je in de gevangenis komt. Voordat ik nu ga uitleggen wat knik precies is, ga ik een paar basisbegrippen invoeren. Het eerste basisbegrip is drukkracht. Als ik op een stukje materiaal druk, dan oefen ik een drukkracht uit. Als ik het weer loslaat, dan veert het weer helemaal terug. Dit noemen we een elastische vervorming. Als ik veel harder druk, dan kan het op een gegeven moment blik voorkomen dat ik een blijvende vervorming heb. Op dat moment heb ik dus een plastische vervorming, noemen we dat. Je kunt voorstellen als je op een fiets stapt, dan gaat het door je eigen gewicht. Zal die fiets iets doorzakken? Je, fietst, je stapt weer af en als het elastische vervorming is, zal die fiets weer in zijn oorspronkelijke vorm terugkomen. Dat wil je natuurlijk ook. Als je met die fiets een keer te hard rijdt en een botsing maakt, dan heb je kan dat die krachten zo groot zijn en dat je dus op een gegeven moment plastische vervorming hebt. En je kunt zien op die foto's dat je dan als die plastische vervormd hebt, heb je er niks meer. Aan. Je kunt er hoogstens misschien nog een kunstwerk van maken. Dan heb ik er nog het laatste begrip wat ik wil invoeren en dat is het begrip moment. Moment is kracht maal arm. Dat kun je je voorstellen bij een kruiwagen. Als je een kruiwagen beetpakt helemaal aan het eind bij het handvat, is het makkelijker die kruiwagen met de, met de last erin te vervoeren dan dat je die kruiwagen vlak bij de bak beetpakt. Want de afstand van jouw handen van het eind van het handvat tot het wiel is veel groter, waardoor het moment kracht maal arm veel groter is. En dat is een voordeel. Goed, nu hebben we een aantal basisbegrippen ingevoerd en nu ga ik weer terug, want ik moest uiteindelijk uitleggen wat nou knik is naar die belasting, die drukbelasting van de kracht. Dus in principe is het zo dat ik een staafje heb, die ga ik indrukken. We hebben net gezien als ik dat staafje indruk, dan wordt het korter. Maar de voorwaarde is wel dat ik hem precies in het midden aangrijp. En je kunt je voorstellen dat in werkelijkheid het heel moeilijk is om die kracht precies in het midden aan te laten grijpen. Je zit er altijd wel een beetje naast. En we hebben net geleerd, als je dus ernaast zit, dan heb je ten opzichte van die middellijn heb je een kleine afstand. En we hebben net geleerd: kracht maal arm is moment. Dat houdt dus in dat je naast de indrukking. Krijg je dus ook een kleine buiging. Maar op het moment dat ik die buiging krijg, dan zie je dus als ik hier mijn kracht uitoefen, door de buiging gaat die middenlijn die gaat omhoog, dan wordt de arm die wordt weer groter en dus die, dat moment groter. En zo ga ik alsmaar door en op een gegeven ogenblik dan is het. Boem, dan knikt die. En dan faalt de constructie. En dat is iets wat je dus niet wil hebben. Dat wil je dus als ingenieur uit kunnen rekenen. Nou, daar heeft in de 18e eeuw meneer Euler al over nagedacht, en meneer Euler die heeft de formule voor knik uitgerekend, de knikkracht uitgerekend voor een balk. En die formule, die was dat de knikkracht is gelijk aan 3,14 in het draad. Nou, 3,14 is het getal pi keer de buigstijfheid, en de buigstijfheid wordt bepaald door de grootte van het oppervlak en de materiaaleigenschappen. Dus als de buigstijfheid twee keer zo groot wordt. dan wordt de kracht waarbij die knikt ook twee keer zo groot. Dus dat is alleen maar fijn, want dan knikt die later. Maar als je dan in de noemer kijkt. dan zie je dat de lengte er in het kwadraat in staat. Dat houdt in dat als de lengte twee keer zo groot wordt. dan wordt de knikkracht, twee in het kwadraat, is vier keer zo klein. Dat houdt in dat hij veel makkelijker knikt. En dat zie je hier. Deze staaf moet ik nog vrij veel kracht uitoefenen om hem te laten knikken. Deze staaf, die is twee keer zo lang. En dan zie je dat het heel makkelijk is om hem te laten knikken. Dus op die manier kun je hem heel snel laten knikken. Nou, en dat is iets wat je niet wilt. En wat je dus hebt in wezen, is dat je een, ja, een, een strijd hebt van: ik heb een bepaalde belasting en op een gegeven ogenblik heb ik een bepaalde belasting erop gezet. en als die maar iets uh, uitwijkt dan heb ik knik. Dus dat is een heel instabiele situatie. En in wezen kun je dat vergelijken met een kogeltje dat leg je op een bol en dan doe je heel precies leg je dat kogeltje op die bol en eindelijk heb je dat voor elkaar en er hoeft er maar iets te gebeuren en dan rolt die kogel van die heuvel en dan is die weg. En zo gebeurt het bij knik ook. Je hebt de knikkracht en op een gegeven moment hoeft er maar iets te gebeuren dat die uit het midden gaat en dan knikt die constructie. Dit zie je vooral tot nu toe bij lange slanke balken. Als we om ons heen kijken in het dagelijks leven zie je overal balkconstructies. Je ziet bij bruggen zie je allemaal balkconstructies, maar ook als je naar een stadion gaat zie je dat het staalskelet waar alles in wordt opgehangen zijn allemaal balkconstructies. Dus er zijn heel veel dingen voor komen daar dus voor. Dus je moet altijd oppassen voor knik en je moet altijd dingen uitrekenen voor knik. Nou heb ik een lange, slanke constructie. Dit komt ook voor bij platen. Bij platen heb je dus de situatie dat de afmetingen in de lengte en de breedte zijn heel groot en de plaat zelf is heel dun. Ook daar kun je op een gegeven ogenblik een knik krijgen. Bij die plaatconstructies, bijvoorbeeld als je om je heen kijkt, zie je bijvoorbeeld silo's, je ziet in je omgeving raketten, maar ook vliegtuigen zijn in wezen allemaal plaatconstructies. Vandaar dat je bij dit soort constructies ook graag wil weten wat nou de knikkracht is. Van zo'n constructie. Want je moet zorgen dat je met de kracht die je op de constructie zet altijd onder die knikkracht blijft. Daarvoor hebben we helaas de Eulisse knikformule. Die is uh, te eenvoudig om die hiervoor te gebruiken. Omdat we nu plaatconstructies hebben. Die zijn veel ingewikkelder. En vandaar dat we daar dan gelukkig computerprogramma's voor hebben. Die uh, dit soort dingen kunnen uitrekenen. Nou, een voorbeeld daarvan is aan een project waarin ik heb uh, gewerkt met zogenaamde verstijfde panelen. Dat is in de A380 en daar hebben we in de romp van de A380, als je die doorsnijdt, dan heb je verstijfde panelen. En dat is in wezen zoiets, je hebt hier allemaal verstijvers zitten en aan de andere kant is de huid van het vliegtuig wat je ziet en dat is die dunne huid en die kan dus gaan knikken. En daar wil je van weten van wanneer die huid nu gaat knikken. Nou, daar ga je niet het hele vliegtuig voor uitrekenen, uh, maar dan ga je de. Even weer goed neerzetten. Dan ga je de, um, uh, een deel, je pakt een romppaneel eruit en dan ga je daar kijken van wat zijn nu de knikkrachten in die constructie. Als je dat één keer berekend hebt. Dit is een voorbeeld van een rekenmodel met een rekenmodel en dan zie je dus precies die golfjes die zitten dus tussen de verstijfde panelen en tussen de spanten. Dat zijn lokale knikgolfjes. Dus niet het hele paneel knikt, maar lokaal daar knikken die golfjes. Nou, dat kun je mooi uitrekenen en op die manier kun je uitrekenen wat knikkracht is. Vervolgens zeg je oké, okay, ik heb het uitgerekend, maar je moet zorgen dat het in werkelijkheid kan het natuurlijk altijd iets anders zijn. En vandaar dat we dan test gaan doen om te kijken van of het de werkelijkheid ook zo is. Nou, daar heb ik hier een voorbeeld van. Dit is een filmpje van NASA. En bij NASA hebben ze de faciliteit om een complete onderrompdeel uh, of een, een complete deel van een raket te gaan testen op knik. Nou, kijk, hier zie je bijvoorbeeld nu een wegknikken. Er wordt een bepaalde kracht opgezet. En hier ook weer, dan zet hij zich weer. En dan zet je de, langzaam de belasting eraf, dat zie je nu. Plop. En dan plopt hij weer terug. Dit is elastische knik. Dus dat is op zich niet erg. Het knikt, maar goed, het draagt nog steeds de belasting en het plopt terug. En dan is hij weer in zijn oorspronkelijke vorm. Dus dat is niet zo uh, erg. Nou, We willen toch graag weten aan die metingen hoe nou precies die knik is. Hoe de, wat de grootte ervan is bij de metingen. Uh, bij NASA hebben ze dus al die spikkeltjes gemaakt om op die manier met... Uh, Beeldbewerking, goed te kunnen kijken wat er gebeurt. Bij het Nederlands lucht- en ruimtevaartlaboratorium hebben ze dus nu een wat betere methode nog ontwikkeld, waarbij je dus gewoon kunt meten. Dan hebben ze hier is een voorbeeld van een verstijfde paneel. Hier zie je de buitenkant, hier en binnenkant met de verstijvers weer en in het midden de spanten. Nou, dit is geheel, wordt in een machine gezet en onder druk gezet. En dan zien we het volgende. Dan moet je links opletten, onderin staat de kracht die erop wordt gezet. En dan zie je nu nog alles geel. En op een gegeven ogenblik zie je langzaam het roder worden, dat paneel. En dat houdt in dat de verplaatsingen uit het vlak wat groter worden. En nu, kijk, nu zie je opeens allemaal lokale knik in die, dat paneel komen. Dus die lokale knik is helemaal niet zo erg, want die belasting wordt nog steeds opgevangen. Maar dan, hier aan het eind, zie je opeens. Dat die dan is de totaliteit bevaald en dat noemen we globale knik. Op dat moment gaat het hele paneel kapot, bedraagt geen belasting meer. Je zit nu op 16 kN en we zaten eerst op 280 kN, dus dan is die bezweken en dan is die uh, kapot. Dus wat je dus uiteindelijk wil, is dat je dergelijke constructies wil kunnen uitrekenen, en dan kom ik weer terug bij de. Vraag van hoe kan een vlieg een enorme constructie laten bezwijken? Nou, we hebben dus gezien dat je dat kunt door de constructie te belasten boven zijn kritische kniklast en het heel nauwkeurig te positioneren. Maar op het moment dat er maar een kleine verstoring is, zakt die constructie opeens in elkaar. Dus wat je wil als ontwerper is dat de belasting, de maximale belasting die je op zo'n constructie uh, aanbrengt, moet altijd onder de kritische kniklast zijn. En als die altijd onder de kritische kniklast is, dan heb je nooit een probleem dat zo'n constructie, ook al vliegt er een vlieg tegenaan, zal bezwijken. En dat heb je als ontwerper heb je het goed gedaan en kom je niet in de gevangenis. Dank je.